heel verstandig is om dit te leren. Moet ik het weer oplossen, hè? Bedankt, hè! Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Ze scheurt van op naar her voor presentaties en voor shoots. Oh my god! Ze houdt alle ballen in de lucht met muk, jotet en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee. Om 5 uur, dit is Kim TV. Weer een nieuw avontuur, hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Vork. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Heerlijk zonnetje. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik was zo wit. Ik heb een paar druppeltjes bruinering in mijn crème gedaan. Van de oppas. Nou, ik zie er meteen een stuk beter uit. Nou, hoe het met ons gaat? Goed, druk, nog steeds. Alle puntjes moeten op ingezet worden in het huis. De badkamer zijn natuurlijk nog niet klaar en de toiletten. We hebben stuiven in huis gehad. Cutter Living is met een hele vrachtwagen met tante met alle spullen gekomen. Ik neem jullie natuurlijk mee in het proces. Er is heel veel inkoopafspraken voor poespas, heel veel kinderkledingmerken. Ook dames, ik kan het allemaal niet laten zien omdat het allemaal nieuwe collecties zijn. Maar het wordt zo te gek. Ook heel veel kleding ingekocht voor meiden, zeg maar 10, 14. Dus een moeilijke leeftijd om kleding in de winkels te vinden. En sowieso om daar een leuke stijl voor te vinden. Maar ik denk dat wij het hebben gevonden. Verder heb ik een geweldige afspraak gehad bij het WKZ. De plannen van afgelopen jaar heeft doorgenomen. Wat verwezenlijk is. Meer dan, het is niet normaal hoeveel geld bij elkaar is gekomen voor alles wat we eigenlijk nodig hadden. Echt. Gaat er op. Dus de lat ligt hoog voor volgend jaar. En verder ja, genomineerd voor de Edison. Pop! Pop! Nou, die hadden we echt niet aanzien komen. Echt totaal uit het niets werd hij gebeld door 100.nl. We dachten voor het album, maar niks was minder waar. Fantastisch. In Nederland staan wel heel veel zware concurrentie van Maan en S10. Maar het is de uitreiking van hem moeten we all the way. Dus we gaan een leuke styling natuurlijk regelen. Jullie moeten de vlog maar kijken. Ik heb me bescheurd van het lachen om Joep. Het is knettergek. Echt knettergek. Maar goed, dat wisten jullie denk ik al een beetje. En het bed wordt echt groot, joh. Oh, nog even nog wat die 2. Nee, ik wil gewoon mijn kind van 1 houden. Die gaat als een tierenlier op school. Ik kreeg een bericht van de juf. Hij mag andere doelen lezen afvolgen. En we moesten naar de bibliotheek om boekjes van E4. Ik had geen idee wat het was. Dus ik heb even gecheckt. Maar dat is dus eind groep 4. Kind zit in groep 3. Nou, daar ben ik wel heel trots op hoor. Heel leergierig. Verder zit hij wel enorm in de puberteit nu. Bij alles zegt hij niet hoezo en wil ik niet. En overal discussie. Het is even wat minder prettig. Maar hij is vandaag is weer zo'n hele lekkere knuffeldag. En dan zegt hij sorry, ik wil niet lekker met mijn brunbroodjes te eten. Dus nou, komt allemaal goed. Ik word er allemaal bij. Dus ik heb graag dat ik later Elsa word. Ja, die is heel lief en schattig. Die is ook een meisje. Vind jij mama dan schattig of zo? Ja. Oh, ik vind mama ook leuk. En ik vind mama lief. Nou, dat zijn wel lieve complimenten wat je moeder heeft gegeven. Oh, wow. Die schud je gewoon zo even uit je mouwen, hè? Gewoon. Huh? Ik ben bang. Krijgen we dikke duimen? Ja, en een kusje. Nog maar 1 dikke duim, dan heb ik er 3. Dus jij wordt later Spider-Man en ik word later dus Elsa. En worden we dus dan ook... Dus ik help je als een boef jou ziet en dan ga ik je hem vangen. Dan hou ik je in de gaten, dan ga ik je spinnen, dan zit hij vast. Meisje eigenlijk gewoon veel slimmer. Ja, oh. Maar ik ben ook slim. Oh. Want weet je mama? Nou. Een 3 plus 3 is 4. Nee. Wel. 3 plus 3 is geen 4. Ja. 3 plus 1 is 4. 5 plus 1 is 6. Dat klopt. Hé? Dus ik ben gewoon slim. Ja, jij bent gewoon slim. Ik had het gewoon uit mijn hoofd. Heb je dat gewoon uit je hoofd nu geteld? Ja, maar mijn hoofd kon niet praten en die had het wel aan mij gezegd. Dat is wel knap hè, van je hoofd, of niet? Mijn hoofd kan meteen praten en die kan mama zeggen, papa. Weet je. Ja. Er is bijna een baby in mijn buik, maar jongens, dan kan ik geen baby in de buik hebben. Maar waarom zit er dan bijna een baby in je buik? Ik voel alleen mijn benen en mijn buik en mijn hoofd en alles. Maar er zit geen baby in. Zit er een baby in jouw buik?
Hè? Nee, maar die is wel dik en er zit wel een hoofd in de ogen en alles. Maar zit er dan niet gewoon een poep in? Nee, gast. Nee, gast? Nee, echt niet. Ik ben toch geen gast? Ik ben je moeder. Hé, hey, man, ik zie iets. Ik zie ja, je ziet nou iets. Ja, ik zie het nou zelf ook wel, ja. Ik zie de schatjes hierbij. Ja, waar moet hij dan? Kijk er voor je hart in gaan. Als je voor me staat, dan is dat goed, hè? Met z'n man. Kusjes. Ook weer. En denk je niet dat ze naar bed moeten nu? Nee, doe één piezel. Ja. Dit is de derde, toch? Nou, een heel kleintje dan. Deze misschien hier. Ja, man, we hebben hem. Mam, ik heb deze goed gedaan. Mam, ik heb deze goed gedaan. Oké, dan moeten we die hier aan maken. En dan die? Die. Oh, hoeveel piezels hebben we gemaakt? Drie. En hoeveel in totaal dan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikke duimen! Kijk eens, Ted. Kijk eens. Papa Pig. Papa Pig. Zo, ik heb Inko. Ik was er ook al de hele dag. Heb je hem gevuld? Rotterdam. We gaan lekker door. Hallo. Hey, huh? Ben je eten koken? Ja. Top. Dat is goed. Speurtocht? Ja? Speurtocht? Ik heb een klantje. Huisvogels, denk ik, ja? Ooievaar. Teddy even vasthouden vooral. Ben jij kampioen? Ja, kampioen ken ik wel. Koen ken je ook wel. Ja, kampioen, Teddy. Ja. Ik ben ik. Teddy, hoe kampioen? Oh, Teddy. Wat was dat? Dat is een wakker. Vind jij scheetje? Je hoeft niet te diep, hè? Want ik heel goed dat. Je bent zo diep. Of het heel verstandig is om dit te leren? Dat is heel diep. Oh, ja, jammer. Kijk, Muk, doe dat maar niet. Even wachten, papa. Hey, mooie grappen maken. Moet ik het weer oplossen, hè? Ja, hier. Wil jij maar daar staan? Wil jij filmen? Ja. Ik heb van alles voor jullie in de hand. Hier. Een zaklamp. Waarom een zaklamp? Ja? Lekker veel hooi op de vork. Heb je meegenomen, Joep? Ja. Wat is het dan? Een taart. Oh ja, jij oude slagroomtaart, mam. Ho. Zo lekker. Nou, zo'n papa heeft een taart. Mm. Voor de clubtour. En jij zit wel op te eten, hè? Wel lekker, hè? Uit Den Haag. Zelf gemaakt bananenbrood, althans, voor de kinderen. En Amber?
Lekker even onder de grill, even poedersuiker erop. Oeh, een beetje kaneel misschien. Lekker. Lekker, hè? Joepie en mama zijn samen naar de supermarkt geweest. Die hebben heel goed geholpen, hè? Vooral lekkere dingen uitzoeken, hè? En lekker handje vasthouden de hele tijd. Nou, voor liedje zingen we dan? Ik hou van jou, leef van jou. Ik kan niet leven in de wereld zonder jou. Nou, boys, wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie mijn auto mooi gewassen? Papa. Heb papa dat gedaan? En nu, papa. En een boekje. Dit is wel goed. Is mijn auto weer helemaal schoon? Ja, mijn mama. Papa heeft toch een grijze auto, papa? En papa heeft wit. Maar die is wel grijs, ja. Nee, die is wel. Grijs. Nou. Joep, nou mag Ted zo even. Ja, Ted nog één keer, ja. Niet daarin gooien. Nou, die, naar mama, ja, doe maar. Oeh! Kijk, koppel! Kijk, die baalt dus het niet, zegt hij. Ja, ja, ik kijk. Ja, wow! Of niet? Ja, dat vind ik niet. Oh. Je duim omhoog. Zet. Mag. Zo. Oeh, dit was lekker. Is die lief? Nog meer beer. Nog meer beer? Ja. Ze krijgen ze allemaal kusjes van jou. Nog meer beer. Nog meer beer, ja. Oh, mooi dit. Ja, voor afstyling. Hoeveel zal dit wegen, jongens? 5 kilo. Goede boeken. Ja. Gaat wel goed. Ja? Ja. Dank je. Ja, dit jaar niet veel. Ja, dit is
Marita, laat mij dat maar doen. Hier, die vind ik handig. Oh, als hij naar voren valt, valt hij op mij. Ja, moet ik vast. Ik hoop dat het past. Ik zou het zo mooi vinden. En hoe krijg ik hem de lucht in? Dat kan nooit met de bovenkant. Oh, hier heeft ze oppas. Jawel, dat gaat goed. De kinet. De kinet. Oh, goed. Ja, nieuw tegel. Maar we hebben wel een tegel over. Ja. Als dat is, kan het niet omvallen. Bedankt, hè! Kom erin, in je huis. Jeetje, het is heel anders! Hey, snoetje, ben je een mooi huis? Oh jeetje, er gaat een verschil. Niets normaal. Die gouden plaat was wel heel cool. Die gouden plaat er nog opgehangen, dus jouw gouden plaat? Ja. En ik ga nog even echt de bloemen naar je doen. Kijk, en dit. Kijk, de bank is nu anders neergezet. Iets schuiner. Mooi, hè? Ja. Kijk, dit is de olifant daar. Wauw, oh, en dit is nu zo. Oh, wauw. Net als Marijn of zo? Ja, ik ga doen aflevering van Lekker Veel Hooi op de Voet.